het hoogtepunt van het jaar voor de literatuurclub van het Bouwens. Ze presenteerden afgelopen dinsdag hun gedichten en verhalen aan het publiek. Tim Coven, een van de schrijvers van dit wonderbaarlijke clubje. Hoe heet het ook alweer? Crevivro. Ja, ik vraag het extra, want het is een lastige naam, hè? Ja. Kun je uitleggen waarom het zo heet? Het staat voor Creative Writing at Bouwens. En dat is ook wat het is. Het is een creatieve schrijfclub op het Bouwens. We zijn twee keer in de maand op zondag op school. En meneer Theo heeft dan een inspiratie voor ons bedacht. En dan schrijven we daar gedichten of verhalen over, net waar wij ons het prettigst bij voelen. En daar kunnen we onze emoties in kwijt, maar ook fantasie die we daarin kwijt willen. Maar voor mij is het heel erg goed voor de emotie, zeg maar, als een uitlaatklep. En het hoogtepunt van het jaar, van deze jaargang, is dan deze voordrachtsavond. Het kan beginnen? Het kan beginnen, inderdaad. We hebben er zin in en het wordt een hele mooie avond. Je bent weg, maar niet helemaal. Ik kan je nog zien, elke nacht. Aan de hemel, duizenden sterren. Ergens daar sta jij, maar hier mis ik je. Ooit zie ik je weer, dat is beloofd. Maar van nu mis ik je, met heel mijn hart. Als ik je weer zie, dan lach ik, dan huil ik. Allemaal tegelijk. Ik heb net zoals iedereen ook gewoon gedichten en verhalen gemaakt. En vanavond ga ik dan twee gedichten en een verhaal van mij voordragen. Heeft dat nog een speciale betekenis, die gedichten? Eén van die gedichten wel. Die heb ik geschreven voor mijn opa. Die is in februari overleden. En daar heb ik een gedicht voor geschreven, ja. 3 miljoen kerstbomen die de sfeer brengen in alle huizen. 85 miljoen kerstkaarten voor ieder die aan een ander denkt met kerst. 90 miljoen kerstballen om de boom speciaal te maken op ieders eigen manier. De os. De ezel. Zij verwarmde Jezus. Liefde die we omarmen en verspreiden met kerstmis. Die houdt ons warm. Verlossing van al wat het leven meebrengt. Tegenwoordig is het moeilijk, zeg maar, om je te kunnen uiten zonder andere mensen om je heen daarmee daarin te betrekken. En in gedichten en verhalen kun je je emoties, zeg maar, in een ander personage uitdrukken. Dus niet per se jezelf erin te benoemen, maar andere benamingen of andere woordbenoemingen voor te gebruiken. En dus je emoties uitdrukken in literatuur. En dan ben je doorgaans vast een heel lief meisje. Maar welke personage speel je het liefst of waar verdiep je het liefst in? Ik verdiep me graag in de gevoelens van personages waarover ik schrijf. Ik ben heel erg zelf goed, dat zegt meneer Theo ook altijd, dat benadrukt hij. Ik ben goed in het uiten van gevoelens van de personages en die goed naar voren te brengen. Dus als iemand in een verhaal zich verdrietig voelt, dan zonder dat er meteen te zeggen van die is verdrietig, dan in andere woorden en in lange zinnen dat, zeg maar, dan te uiten. Twijfel. Het zachte kussen. Ondersteunt je hoofd. En opstaan. Die gedachte is nergens te zien. Dat is normaal. Dat is logisch. Maar wat beweegt, blijf liever bewegen. We weten niet waar hij is of wie hij is. Kennen we hem? Zit hij bij ons in de klas? Of nog erger? Hadden we dit kunnen voorkomen? Twee leerlingen van B3B, waaronder Jelle, die hebben ervoor gezorgd dat ze straks lekker kunnen eten tijdens het voordrag. Wat hebben jullie gemaakt? We hebben als voorgerecht rucola sla met een stuk vlees en slasaus met tomaat. En als hoofdgerecht hebben we kip, een pepersaus met aardappel uit de oven. En als nagerecht gekruimelde brownie met almof, chocolademousse of zoiets. Ja, ik weet ook niet hoe het heet. Het klinkt heel lekker. Ja. Alsjeblieft.